Kardeneshuis. Hey. Je bent terug. Je bent ver weg geweest, hè? China, Bangladesh. Ja, Oman, ja. Libanon. Oman. Zo. Ja. En dat binnen 6 weken? Zeker weten. Het was heel raar. Iedere ochtend werd ik wakker en dacht ik echt, waar ben ik nu? Waar ben ik nu? Dus dan deed ik mijn gordijn open en dan zag ik of Oman of Libanon of China, Bangladesh. Waar is het leukst wakker worden in de ochtend? Nou, Peking sowieso niet, want daar is het altijd alleen maar smoggy. En daar heb ik al 2 jaar gewoond, dus dat ken ik intussen wel. India vond ik heel bijzonder om te zien. Ja, maar de meest heftige ontmoetingen of herinneringen heb ik aan Bangladesh en aan Libanon. Ja, en vertel eerst Bangladesh. Bangladesh, daar was ik een jaar na de grootste textielramp ooit. Dat was in Rana Plaza. Daar zijn vorig jaar 1100 mensen uit mijn hoofd omgekomen. En op die plek was een herdenking. En ik wilde daar naartoe, want ik maakte mijn reis niet gewoon met een rugzakje voor mezelf. Voor BNR en voor Financieel Dagblad. Namens Financieel Dagblad en BNR, mijn werkgevers. En op zoek naar Nederlandse ondernemers in het buitenland. En ik heb nu het eerste deel gehad. Ik ga later nog een soort van crossover project. Precies, eigenlijk wel. Ja. Ik ben op zoek naar mensen die elkaar weten te vinden. Maar dan over de grens. Dat is gesproken net, dus we gaan zeker gegevens uitwisselen. Afgesproken, nog meer crossover hier aan tafel. Maar er zitten dus overal Nederlanders. Dat merk je al als je ergens op vakantie gaat. Nederlanders zitten overal. Verrassend, hè? Ondernemende Nederlanders zitten ook echt overal. En vooral in Bangladesh, dat zijn er ongeveer in mijn hoofd honderden in de textielindustrie, die natuurlijk ooit in Twente heel groot was. En ik heb geprobeerd om aan te haken bij die Nederlandse ondernemers daar. En ja, dat was een beetje op een heikel moment, omdat de textielindustrie nogal onder het vergrootglas lag vanwege de ramp een jaar geleden. En ik heb daar de nabestaanden van de slachtoffers ontmoet, die daar nog elke dag voor die poorten van dat massagraaf, want dat is het gewoon nog steeds, want de botten en de lijken liggen daar gewoon nog. Zijn nog voor een groot deel nog steeds niet geruimd. En ja, wat was het meest indrukwekkende aan die reis in Bangladesh? Ja, dat je daar bent en dat je niet zwart en wit is, dus dat het T-shirtje wat je hier normaal gewoon achterloos koopt als je naar de winkel gaat, ineens een heel leven wordt bijna. Er is iemand die dat maakt. En er is een heel land. 80% van de export van Bangladesh is afhankelijk van textielindustrie. Maar dus je kan niet dat zeggen. Soort dingen, weet je, op dat moment denk je dat en heb je ook het gevoel van jeetje, wat heftig allemaal. Maar is dat ook iets wat blijft hangen, vraag ik me dan altijd af. Bij mij wel, omdat je ziet hoe ontzettend ingewikkeld het is. Ik kreeg op een gegeven moment bijvoorbeeld een sms'je van een vriendin uit Twente die zei, ik heb een broek aan waarin staat Made in Bangladesh, erg hè, dat ik daar iets gekocht heb. Ik snap heel goed dat ze dat denkt. Alleen het probleem is, als je die broeken en die kleding niet meer koopt, dan gaan de 80%, dan gaat 4 miljoen vrouwen gaan daar terug de armoede in. Ja. En dat is een beetje de keerzijde van het probleem in Bangladesh. En als je die verhalen van die ondernemers hoort, dan zie je dat ze heel langzaamaan wil proberen om die industrie van binnenuit te verbeteren. Maar dat gaat zo langzaam en helaas is zo'n ramp daar een groot voorbeeld van hoe fout het kan gaan. Hoe denkt zo'n Nederlands ondernemer dan? Toch wel geld hoor. Ja? Ja. Ja, dat kan me iets meer voorstellen. En dat snap ik ook. Je bent daar ook om geld te maken. En ja, de consument is nog steeds niet bereid om heel veel meer te betalen voor een t-shirt. En het probleem is ook nog eens dat zowel die hele dure spijkerbroek van Diesel wordt gemaakt in diezelfde fabriek als dat hele goedkope t-shirtje van de H&M. En al die andere merken, ik weet niet of ik het allemaal mag noemen. Maar, dus het is ook niet zo makkelijk om te zeggen van als je duur koopt, dan koop je goed. En, die ondernemer die weet dat en die probeert wel. Ik heb er een aantal gesproken en heel veel wilden liever niet met mij spreken. Waarom niet dan? Ja, omdat ik ben een journalist. En ze zijn dan altijd bang dat je toch, vooral een jaar na dato, en ook dat snap ik, heel erg gaat focussen op wat er allemaal fout gaat. Dat is toch wel een beetje wat journalisten vaak doen. Alleen maar zeggen, dit is fout, dit is fout, dit is fout. Terwijl ik de wereld rond reis ook wel om te kijken welke problemen hebben ondernemers, welke uitdagingen hebben ze en hoe gaan ze daarmee om. Gewoon om te horen, hoe werkt dat? En zonder daar meteen Hoe win je dan het vertrouwen van een ondernemer? Hoe doe je dat als journalist? Vertel eens. Heel veel biertje drinken. Oh. en je ogen laten stralen. Is dat ook? Ja? Nee, maar daar gaat wel wat aan vooraf. En gewoon ook heel duidelijk uitleggen wat je wil. En altijd eerlijk blijven. Gewoon zeggen van hoe zit het? Leg het mij maar uit. Ik weet niks. Vertel het me maar. Ja, dan zitten er altijd mensen tussen die wel willen uitleggen wat hun opvattingen zijn.